Ik heb geen controle over wat er gebeurt met mijn zicht en mijn gehoor. Ik kan daar niets aan doen. Een les die ik heel erg heb geleerd is dat ik een keuze heb hoe ik met de verandering in mijn leven omga. Dus dat ik geen slachtoffer ben van wat er gebeurt, maar dat ik de regie heb hoe ik daarmee omga. Zonder dat het daarbij altijd leuk hoeft te zijn. Wat ik ook heb geleerd is dat kwetsbaarheid kracht betekent. Dat je altijd dicht bij jezelf moet blijven. En dus niet altijd een masker naar buiten toe hoe perfect je leven is. Wat speelt er nu echt onder water bij jou? En welke angsten en meningen en gebeurtenissen hebben jou gevormd tot wie jij bent? Als je dat durft te delen, dan open je letterlijk de wereld. Ja, ook van mensen bij jou terug. Je krijgt verbondenheid met mensen, connectie met mensen. Het verhoogt je gunfactor, het geeft je mogelijkheden in het leven. Ik denk dat we daarin nog wel een hoop te veranderen hebben in onze cultuur. Want het mooie weer spelen, ook op social media. We laten allemaal onze perfecte wereld zien. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat er werkelijk gebeurt. En als we verbondenheid willen voelen met mensen, zullen we toch echt die kwetsbaarheid moeten durven tonen. En dat wordt ervaren als kracht, als je dat durft. Oh, wat moedig dat je dat durft te zeggen over jezelf. En een derde les die ik echt heb geleerd, is dat ik gewoon om hulp mag vragen. Ik hoef het niet allemaal alleen te doen. En sterker nog, op het moment dat je dingen samen doet, kun je ook weer leren van die andere persoon. En kun je successen ook samen vieren, hoe die er dan ook uit zouden mogen zien. Dat zijn voor mij, dat is echt de kern ook van wendbaarheid, die drie lessen. Ja, dat je altijd een keuze hebt, kwetsbaarheid mag tonen en dat je gewoon om hulp mag vragen.